Joosten, gefeliciteerd. Nationaal kampioen 10 kilometer. Wat was het voor race? Ja, het was best pittig. Ik hoopte eigenlijk een mooie tijd te lopen, maar ik zag het wind. Het was echt heel veel wind en heel veel storm. Dus ja, dat was maar gewoon voor de winst. En dat is gelukt. Ja. Vorige maand heel duidelijk, jij wilde die nationale titel. Het was alleen een tijdje geleden dat jij je laatste 10 had gelopen. Ja, mijn PR stond nog op 34, 25 zoiets. Ja, ik heb nooit echt een serieus 10 op de weg gedaan. Soms wel eens in september na het baanseizoen van 1500. Maar nee, nooit schorrel heb ik nooit gedaan. Ja, één keer, maar heb ik hem niet uitgelopen. Dus dit seizoen een keer weer iets anders. Wat was je plan? Hardlopen. Ja, ik wist gewoon dat Jip is natuurlijk het diesel. Die komt, moet op gang komen. En als ze helemaal op gang is, dan kan ze hele mooie prestaties neerzetten. En ik wist eigenlijk dat ik in het begin gewoon al hard weg moest. En eigenlijk ook een beetje gelijk haar forceerde om ook in een hard tempo weg te moeten gaan. En dat heb ik ook gedaan. Ja. 32,5 is op de weg volgens mij best Europees gezien ook een hele goede tijd. Dus dat met wind. Ja. Toch een carrière naar de langere afstanden? Uit de testen kwam altijd dat ik een lange afstand atleet ben. Marathon zelfs. Maar goed, op de EK wil ik nu 5 kilometer doen. En ik blijf wel nog 1500 doen, maar nu wil ik gewoon aan mijn basis werken. Geen indoor, alles op safe spelen en dit jaar er staan op de EK outdoor. Ja. Uit testen komt echt dat je 6 marathon atleten zou moeten zijn. Ja, heel vroeg heb ik wel eens testen gedaan van Pavenal en ook van die sprongtest. Ik ben echt super slecht, echt belabberd. En daar kwam inderdaad dat ik een marathonloopster ben. Maar goed, ik hou die 1500 meter voorlopig gewoon nog bij, maar een toernooi nu 5 kilometer. Wat betekent deze titel voor jou? Nou ja, het is gewoon een heel fijn gevoel dat ik weer de energie heb, dat ik heel veel plezier heb in het lopen en dat het trainen goed gaat. En op stage heb ik ook enorm genoten. Het was een beetje afwachten hoe je dan terugkomt naar Kenia, want je gaat natuurlijk helemaal niet zo hard op hoogte. Maar het gaat heel erg goed en ik voel me ook weer goed. En ja, ik vind het ook heel erg leuk om nu af en toe weg te zijn te doen, omdat ik de sfeer ook heel erg leuk vind. Dus ik ben helemaal happy. Het parcours hier, het was natuurlijk wel echt een strijd, maar heb je nog een beetje gezien van de omgeving? Nee, ik ben helemaal in mezelf geweest en af en toe zag ik de achterste mannen zag ik wel. En ik probeerde continu daarop te richten en van loper naar loper te lopen, want ja, toch vrij veel alleen moeten doen. Maar ik heb niet zoveel omheen gekeken, maar dat zou ook niet goed zijn, want dan ben je helemaal niet gefocust. En je moet wel gefocust zijn om hard te lopen. Niet van je titel. Ja, dankjewel.